Onze kathedraal staat vol heiligen. Maar het zou eens interessant zijn te weten hoeveel heiligen ooit in onze kathedraal zijn geweest. Het exacte aantal ken ik niet. Maar eh, van één heilige weten we het alvast heel zeker. Het is nog niet zo lang geleden dat de heilige Johannes Paulus II België heeft bezocht in 1985. En ook in onze kathedraal geweest is toen. Uit goede bron heb ik trouwens vernomen dat. Uh, onze directeur Christian de Vos toen een hand heeft kunnen geven aan de paus. De heilige Johannes Paulus II. Wie kan dat zeggen? Een hand gekregen van een heilige. Paus Johannes Paulus II was een herder van de kudde van de wereldkerk. Dat is het beeld dat centraal staat de volgende zondag. Dat het volk Gods nood heeft. Aan een herder die met hen op pad gaat, die hen leidt naar een weide waar het goed is om te toeven. Wat ik mij herinner van Paus Johannes Paulus II is de manier waarop hij rondreisde. Hij was een heel apostolische paus die absoluut naar alle uithoeken van de wereld wilde gaan om. Zijn mensen daar te gaan bezoeken, zijn kuddes daar te leren kennen. En dan uh, landde hij op het uh, vliegveld, kwam uit het vliegtuig van de trap en het eerste wat hij altijd deed was de grond kussen. Ik vond dat een heel mooi gebaar. Het is een begroeting die ook een liturgische waarde heeft. Het eerste wat je doet als voorganger in de Eucharistie is bij het altaar gekomen, het altaar kussen. Je begroet de heilige, de, je begroet Christus zelf. Op eenzelfde wijze begroet, uh, begroette Johannes Paulus II zijn hele wereldkerk, de hele schepping. Hij was een man die um, een ongelooflijk charisma had als leider, die met blikken en met uh, zijn glimlach of een grimas. Heel veel kon doen bewegen in de harten van de mensen. En die ongelooflijk begaan was met de vraag hoe de blijde boodschap kon gebracht worden bij degene die ze nog niet kenden, maar ook hoe er binnen de kudde van mensen die zich leerling van Jezus noemen, er een vernieuwing kon zijn in hun harten. Een Nieuwe evangelisatie, dat is een term van Johannes Paulus II bijvoorbeeld. En hij spreekt ook over het belang van um, een, een nieuwe catechumenale weg kunnen gaan. Normaal bereidt het catechumenaat je voor op het doopsel, maar. Wij die lang geleden gedoopt zijn, wij zouden een gelijkaardig proces als gedoopte ook wel kunnen gebruiken om altijd maar dieper door te dringen in dat prachtige mysterie van Gods liefde die zichtbaar wordt in Christus en die ons wordt aangeboden als een geschenk. Tot het uiterste toe heeft de heilige paus Johannes Paulus II die herderlijke taak gedragen. Iedereen herinnert zich niet alleen de. Uh, energieke beelden van een uh, relatief jonge paus, maar ook de vermoeide, zieke paus van de laatste jaren. Ik weet nog dat uh, er met een zekere neerbuigendheid werd naar gekeken. De zwakte die hij uitstraalde um, als voorganger, als spreker, maar hoe hij dat toch bleef doen. En ik kan zelf getuigenis afleggen van. Een viering die ik heb meegemaakt met Paulus, Johannes Paulus II. die totaal verzwakt was. Maar hoe hij in zijn zwakheid toch een kracht bleef uitstralen. Hoe er van hem toch een soort van verbindende. Christus-gelijkende. Uh, energie uitging. Ook in die laatste periode. Is dat nooit weggegaan? Een pastoor die tot het uiterste zich gegeven heeft. Wij zijn blij dat we ook een uh, heilige in onze kathedraal hebben, een afbeelding van een heilige in onze kathedraal hebben, die gestorven is in de 21ste eeuw. Het is belangrijk te zien dat heiligheid niet iets is van honderden jaren geleden. Maar dat het zich kan afspelen in onze wereld. Bij onze herders bijvoorbeeld, naar wie we opkijken in de hoop dat zij ons meenemen op een pad dat ons zal voeden en brengt bij Christus. Zoals Paus Johannes Paulus II het gedaan heeft.